Vanuit de 4 mei-beweging ontstond met hulp van de Sovjet-Unie de Chinese Communistische Partij, de CCP. Nou, die CCP die zal samen met de nationalistische partij van Sun Yat-sen proberen om orde op zaken te stellen in China. Alleen zullen we zien in deze video dat ze daarin samenwerken, maar uiteindelijk ook tegenover elkaar komen te staan. We gaan het dus hebben over de nationalisten en de communisten. En beide partijen worden gesteund door die communistische Sovjet-Unie. En die steun die bestaat uit het leveren van wapens en van munitie. En die bestaat ook uit uh, militair advies om, om de leger sterker te krijgen. Ja, en de reden dat die Sovjet-Unie de communistische partij steunt is om de communistische wereldrevolutie te verspreiden. Hè? Dus, dus als uh, de CCP groot wordt in China, dan wordt China misschien ook wel communistisch. En zo uh, is het communisme weer verder over de wereld verspreid. Maar waarom zou de Sovjet-Unie dan ook nog die nationalisten gaan steunen? Nou ja, dat komt omdat ze zien dat die CCP op dat moment nog te klein en te zwak is om zelf de macht in China te veroveren. En dat die partij van Sun Yat-sen, die nationalistische partij, uh, veel betere kaarten in handen heeft. En, uh, ze hebben al een groot gedeelte van China onder controle. Maar goed, de CCP en die nationalistische partij die hebben uh, zo hun verschillen. Maar ze hebben ook echt wel een grote overeenkomsten. Wat ze namelijk allebei willen is dat uh, de binnenlandse verbrokkeling wordt tegengegaan. Dus, dus die, die warlords die moeten worden uitgeschakeld. Er moet gewoon echt één sterk centraal geregeerd China komen. Ja, en die buitenlandse invloeden die moeten worden tegengegaan. Van die westerse mogendheden en van Japan. Ja, die communisten en die nationalisten die hebben dus allebei uh, gebieden in China in handen en vanuit die gebieden proberen ze dus de rest van China ook onder controle te krijgen. Nou ja, Sun Yat-sen die overlijdt op een gegeven moment en dan wordt uh, er een nieuwe leider aangewezen bij de nationalisten en dat is deze meneer, Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek is een legerleider, een generaal en hij leidt de zogenaamde noordelijke veldtocht. En die noordelijke veldtocht is een poging, een militaire actie van de nationalisten en de communisten samen om de warlords, de krijgsheren in het noorden te verslaan. En hier op het kaartje zien we een beetje de routes die dan lopen hè, door middel van die pijltjes. Uh, er zijn een aantal opstandige regio's, een aantal opstandige warlords, die moeten uh, ingerekend worden. Nou, dat lukt uiteindelijk. Het duurt uh, bijna een jaar, 1926, 1927, uh, vindt die noordelijke veldtocht plaats. En uiteindelijk wordt onder leiding van Chang uh, grote delen van China veroverd. Maar tegelijkertijd zien we dus in 1927 dat het communisme echt wel steeds meer aanhangers begint te krijgen in China. Dus, dus zeker op dat arm platteland, ja, daar, daar vindt die boodschap van het communisme, die vindt er veel Weerklank. En dan zie je dus dat er uh, in 1927 een bloedige breuk plaatsvindt tussen nationalisten en uh, de communistische uh, partij. Uh, Chiang Kai-shek laat uh, een groot aantal communisten gevangen zetten of zelfs tot dood veroordelen, probeert echt dus die, die communistische invloed kleiner te maken en hij zorgt dus voor dat zijn nationalistische partij die kwam in tang, dat hij dus uh, het, het centrale gezag in handen krijgt. Ja, die nationalistische regering is wel een heel autoritaire regering. Hè? Die, die, die Xiang heeft niet voor niks uh, die communistische tegenstanders al uit de weg laten ruimen. Uh, maar ze zorgen voor allerlei verbeteringen. Er uh, komt een proces van industrialisatie op gang. Hè? China wordt een modernere economie, een meer industriële economie. Die poking wordt in ieder geval gedaan. De infrastructuur wordt verbeterd. Hè? Wegen, kanalen, spoorlijnen, bruggen. Dat wordt aangepakt om het land ook moderner en vooruitstrevender te maken. En er komt een gedeeltelijk einde aan die ongeveer. Gelijke verdragen. Ook daar maakt hij echt werk van. Maar tegelijkertijd blijft de corruptie dus veel voorkomen en worden dus politieke tegenstanders worden heel streng vervolgd. Ja, en dat zorgt ervoor dat uh, lang niet alle Chinezen zich aan willen sluiten bij die Kuomintang en geloven in die nationalistische regering van die Chiang. En daardoor krijgt die regering ook niet heel China onder controle. Hè? We zien hier het kaartje waarin ze controle hebben. Dat is dus sowieso alleen het westen van China en ook binnen dat westen, daar zie je dus die, die, die rood gestreepte gedeeltes, dat zijn ook uh, gebieden waar men uh, niet wil luisteren naar die regering van Chiang Kai-shek. En niet geheel toevallig zijn dat bijvoorbeeld ook gebieden waar de communistische partij juist wel heel veel aanhangers krijgt. Ja, we zullen dan ook zien dat die strijd tussen de nationalisten en de communisten voortduurt, maar dat doen we weer in een volgende video.